Want in de coronacrisis ging het terecht vaak om kwetsbare ouderen. Maar er is te weinig gesproken over het lot van jonge mensen. Veel jongeren voelen zich eenzaam en meer dan ooit afgesloten van sociaal contact. En veel jongeren ervaren studieproblemen omdat ze de eenzaamheid van de studeerkamer echt iets anders is dan de prikkels van de collegezaal of de stageplek. En veel jongeren worden in hun levensonderhoud bedreigd nu hun banen en bijbanen als eerste verdwijnen. We vragen als samenleving ongelooflijk veel van de jonge mensen. Laten we zuinig zijn op een generatie die zich de komende jaren uit de modder van deze economische crisis zal moeten knokken. Want we hebben ze nodig. Mijn fractie is daarom verheugd dat het kabinet actie onderneemt tegen de ramp op de woningmarkt die jonge mensen disproportioneel hard raakt. Vorig jaar vroeg ik de premier tijdens de algemene beschouwingen of het kabinet de overdrachtsbelasting voor starters kon afschaffen. Dat scheelt voor heel veel mensen al snel duizenden euro's. En ik ben blij dat het is gelukt met de vier coalitiepartijen om dat nu ook te regelen. Concrete verbetering realiseren door samenwerken. Dat is wat mijn fractie graag ziet in de politiek. Maar we moeten ook toegeven dat de voorstellen die we doen niet altijd tot het gewenste resultaat leiden. En het is ook belangrijk om dan bereid te zijn de koers bij te stellen. En ik noem in het bijzonder vandaag de studiebeurs. Het leenstelsel zoals VVD en PvdA met steun van GroenLinks en D66 vorm hebben gegeven. Dat werkt voor veel studenten niet goed. Te veel jonge mensen ondervinden nu schroom of angst. En dat geldt zeker voor studenten waarbij studeren nog geen familietraditie is. En daarom heeft mijn fractie voor de zomer het voorstel gedaan voor een nieuwe studiebeurs. Studenten waarvan ouders tot 2 keer modaal verdienen, dat is 6 op de 10 studenten, krijgen wat ons betreft een studiebeurs van maximaal 400 euro per maand. En daarbovenop, met een hervorming van het toeslagenstelsel, een belastingkorting voor iedereen die ook voor studenten maximaal 300 euro per maand oplevert. En mijn collega Jan Paternotte, woordvoerder hoger onderwijs, zal alle partijen uitnodigen om daar de komende maanden over mee te denken, zodat we dit ook concreet vorm kunnen geven.